Sufosje heeft 300.000 euro als eerste inleg gezet in het COVID-19-vaccin van Suriname. Het geld is bestemd voor de aankoop van meer vaccins. Het ministerie van Volksgezondheid start, als alles volgens planning verloopt, morgen met het vaccineren van de frontline-werkers uit de gesten van 1000 doses AstraZeneca uit Barbados. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gaf tijdens de reguliere persconferentie afgelopen vrijdag aan dat er meer financiële middelen nodig zijn om vaccins aan te kopen. Volgens Diana Koswal, onderdirecteur Financiën van het ministerie van Volksgezondheid, is daarvoor een speciale COVID-19 vaccinfonds Suriname in het leven geroepen. En het heeft als doel om middelen te verzamelen. Er zijn additionele middelen nodig, want zoals u weet zijn we in een bepaalde situatie waarbij we wel proberen om de aankopen te doen. Maar het is heel erg belangrijk dat als we van de samenleving middelen krijgen, van het bedrijfsleven middelen krijgen, donoren hebben, dan lukt het een beetje beter sowieso. Het is de bedoeling dat dus wij weten dat COVID-19 de hele wereld teistert. En het is een heel groot probleem geworden. Dus daarom hebben wij hier zo, dus tenminste de regering, besloten om zo'n fonds in het leven te roepen. Om alles veel makkelijker te krijgen. Volgens hen aandraaibaar communicatie en marketing van Sufosu is het overgebleven geld dat vorig jaar is opgehaald als eerste inleg gedaan voor het COVID-19 vaccin van Suriname. En het bedrag is 300.000 euro. En dat is het eerste bedrag wat wij willen doneren. Ik wil even voor alle duidelijkheid stellen dat Sufosu dit gebaar maakt, maar dat wij alleen de spreekbuis zijn van alle Surinamers hier en in Nederland en in andere landen. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat het geld in het fonds is gekomen. Sinds maart vorig jaar zijn we met dit fonds begonnen omdat we wilden ondersteunen als het gaat om de COVID-19-pandemie. Ongeveer 10 miljoen euro aan geld, maar vooral aan goederen, hebben we via verschillende kanalen naar Suriname kunnen halen. Van het bedrag en de goederen, daar is in elk geval nog een substantieel deel over, waardoor afgesproken is dat er 300.000 naar de pot gaat voor vaccinatie en 200.000 wordt gereserveerd om te assisteren bij de logistiek, misschien het aanschaffen van consumables en allerlei andere zaken die nodig zijn, om te zorgen dat we hier in Suriname met vaccineren kunnen beginnen. En aandraaibaar communicatie en marketing van Sufosu. De vaccinatiecampagne wordt morgen officieel gestart in het AZP.